Welkom bij de instructievideo voor deelnemers van het aandelenmarktspel. We kunnen inloggen via de button spel login. In het aandelenmarktspel loopt van maandag tot en met vrijdag. Je gaat een handelsweek spelen en elke handelsdag duurt 25 minuten. Het doel is het startbedrag van 50.000 pond zo goed mogelijk te investeren op de London Stock Exchange. Dit doe je door het aan- en verkopen van de US dollar en aandelen van 9 bedrijven. Er zijn 9 fictieve bedrijven in het spel. Nou, de koersen die worden bepaald door de informatie op de nieuwswebsite en de nieuwsbulletins die verschijnen via de radio en tv-bulletins in het handelsscherm. Nou, het team met het hoogste totaalvermogen na afloop van de handel op vrijdag wint de game. Het totale vermogen wordt daarbij bepaald door de waarde van je portefeuille plus het banksaldo. Dus kijken hoeveel zijn je aandelen waard geworden en wat heb je nog op de bank staan. Dat samen bepaalt wie de winnaar is. We klikken op de knop login en komen vervolgens terecht in het handelsscherm. Nou, we zien dat de beurs nog gesloten is. We zijn op de maandag, nog 1 minuut voor 8. En wat aardig is hier, is dat we links de 9 aandelenbedrijven zien en de US dollar waarin gehandeld kan worden. We zien de koersen, de huidige koers, de vorige koers, de wijzigingen van de huidige koers ten opzichte van de vorige koers, de hoogste en de laagste koers. Verder zien we hier het scherm waarin gehandeld kan worden. Nou, omdat de beurs gesloten is, kan hier nog niet geklikt worden. We wachten even tot de trainer of de docent de beurs heeft geopend en dan wordt dit gedeelte van het scherm actief. We zien hier dat we team 2 zijn, de waarde van onze portefeuille is nog 0 pond en ons banksaldo is nog volledig 50.000 pond. Goed, wat zien we nog meer? We zien hier nieuws, kort nieuws voorbij komen, nieuwsitems. En als we hierop klikken, dan opent zich de nieuwswebsite. En voordat we met de handel gaan beginnen, wil even naar de nieuwswebsite kijken wat er allemaal aan de hand is met de bedrijven waar we in kunnen handelen. En dan zien we hier het hoofdnieuws staan en een aantal andere nieuws over de bedrijven. We zien hier de koersen die verversen straks als de handel is begonnen. Bedrijfsprofielen. En wat aardig is, is dat we kunnen beginnen met bedrijfsprofielen. We kunnen kijken wat voor soort bedrijven het zijn. Wat er aan de hand is met die bedrijven. En we kunnen ons zo een beeld vormen van de bedrijven die actief zijn op de beurs. En op basis daarvan bepalen welke we eventueel interessant vinden. Ga nu terug naar het handelsscherm en wachten tot de trainer of de docent de handel heeft geopend. We zien dat de beurs is geopend en we zien hier de tijd lopen. We kijken dan ook hier naar de koersen die gedurende het loop van de dag veranderen. Dat is niet alleen het nieuws wat bepaalt of een koers omhoog of omlaag gaat. Het is ook het handelsvolume. Dus niet alleen de handel die wij zelf doen, maar ook de handel die onze collega's of concurrenten doen. Die bepalen uiteindelijk ook de beurskoers gaan doen. We gaan dus handelen in bijvoorbeeld Aqualux. Hoe doen we dat? We selecteren een fonds, in dit geval Aqualux. We zien hier de koers. De koers die blijft vaststaan gedurende de ordertijd van 30 seconden. We zien die aflopen en in dit geval willen we kopen 1000 aandelen. Tegen een koers van 62 is 2610 pond. De order bevestigen we en op dit moment is dat bevestigd. We zien hier dat de waarde van onze portefeuille 2611 pond is geworden en de banksaldo met de aankoopprijs is verlaagd. Tijdens de handelsdag komt er ook laatste nieuws binnen. Dat zagen we net op de tickertape. En zien we hier ook de verandering in de koersen. De tickertape die loopt de hele tijd door. En gedurende de handelsdag komen er ook 2 maal radioberichten en 2 maal ook tv-bulletins waarin nieuws over de bedrijven en de dollar naar voren komt. Nanotech closes in on flip down. Good morning, I'm Tara Joseph. Nanotech's bid to buy software manufacturer Flipdown edged closer to success today. The acquisition had stalled because of opposition from Flipdown shareholders and the Een overzicht van je transacties vind je in het handelsscherm bij deze link Bekijk transacties. En als we daarop klikken, opent zich een nieuw scherm.
waarin je al je investeringen kunt zien. Je kunt zien wat je hebt verkocht, wat je hebt gekocht, etc. Je kan dat sorteren op de dagen, de handelsdagen die er geweest zijn. Je kan het ook per fonds sorteren, of de koop of de verkoop. Zo kun je in de gaten houden wat je hebt gehandeld, of hoeveel je hebt gekocht of hebt verkocht. En aan het einde van de handelsdag, dan zien we dat het handelsscherm gesloten wordt, de beurs is gesloten. Mochten er vragen zijn, kun je altijd een e-mail sturen naar info@aandelenmarktspel.nl.